Het Goffertstadion blijft voorlopig dicht. De oorzaak van het instorten van een tribune afgelopen zondag wordt eerst onderzocht. Tijdens de eerstvolgende geplande thuiswedstrijd op 31 oktober tegen Groningen zal NEC dus in ieder geval moeten uitwijken naar een ander stadion. Kantoren en horeca blijven wel open. Dat is de uitkomst van een overleg met de gemeente Nijmegen. Hoe lang de Goffert dicht zal blijven voor publiek is onzeker. Eerste divisionist VVV liet al weten te willen meedenken en eventueel het stadion beschikbaar te willen stellen.